Op 16 februari zou het theaterfestival De Parade in de Gouwekerk gevierd worden. Helaas is de organisatie geconfronteerd met zaken die deze afspraak in de weg stonden en moet men nu naastig op zoek naar een alternatieve locatie. De opbrengst van de avond gaat naar de stichting Kans tegen Kanker. In de studio is een van de organisatoren, Jorik Heerkens, en de secretaris van het bestuur, Roy Dessing, aanwezig om hier ons meer over te vertellen. Heren, welkom. Dankjewel. Het gaat dus niet door, 16 februari. Ik weet niet wie ik het eerst woord mag geven, maar dat is niet gelukt. Hoe is dat zo gekomen? We willen heel graag het evenement organiseren in de Gouwekerk. Ja. Er is sprake van een lopende verkoop van de Gouwekerk aan de nieuwe eigenaar, Herman ja. Erfgoed. Helaas zijn we ermee geconfronteerd dat de verkopende partij en de kopende partij een conflict hebben. Waardoor er eigenlijk een verbod is ingesteld op het gebruik van de Gouwekerk. Ja. Waardoor het evenement dat wij heel graag wilden organiseren helaas geen doorgang kan vinden. Althans niet daar, want jullie gaan dus op zoek naar een andere locatie. Is er al zicht op wat dat gaat worden? Het zou nog kunnen dat het wel doorgaat in de Gouwekerk, okay. Maar dan wordt het verplaatst eventueel naar later. En ja, geen anders, 16 februari in ieder geval meer. Waarschijnlijk niet, nee. Nee. We hebben morgen eigenlijk een soort deadline daarmee. En dan moet het duidelijk zijn of we het dan nog kunnen doen. Ja. Maar dat wordt ook wel behoorlijk kort dag. Dus ja. Dan gaan we kijken naar een alternatieve datum en locatie. Ja. Want er zijn al mensen die kaartjes hebben gekocht, neem ik aan. Om hoeveel mensen gaat het inmiddels? Ja, inmiddels zitten we al op 250 gasten die zich hebben aangemeld. Ja. Maar goed, daar houdt het niet op. We hebben al vele interessebetuigingen eigenlijk gehad. Waardoor wij, we gaan naar de 380. 380. Wow. Dat gaat wel lukken. Hoor. Dat gaat wel lukken, ja. Ja, want dan is het de vraag of straks die mensen die zich nu hebben aangemeld ook op een alternatieve datum kunnen. Maar die zullen waarschijnlijk ook alles in het werk stellen om erbij te kunnen zijn. Ja. Want hoe kunnen mensen aan kaartjes komen, even los van de locatie waar het Het gaat via de Goudse Schouwburg. Dus eigenlijk via de website kun je kaarten bestellen. Via daar. De website van de Goudse Schouwburg? Ja, klopt. Okay. Ja, klopt. Jorik, je bent een van de creatieve organisatoren. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben sinds een jaar of 6 betrokken bij de Winterparade. En ik deed daar in eerste instantie een groot koor met het hele publiek. Dat was een soort wens vanuit de creatief directeur Terts Brinkhoff vanuit de parade. De Winterparade bestaat al sinds 2000. Oké. Okay. Zo, ongeveer. En die had een soort wens om het gaat een beetje over de kunst van het samen zijn, Winterparade. Hmm. En die had een soort wens om iets met z'n allen voor elkaar te krijgen, dus ook met het hele publiek. Dus die had een wilde fantasie of een idee voor, kunnen we niet een koor met z'n allen ten gehoor brengen? En toen kwam ik daarbij en toen was dat even zoeken. En uiteindelijk doe ik nu ieder jaar schrijven we een nieuw koor en dat repeteren we dan in een soort komische koorrepetitie. Dat is vooral heel erg hilarisch, maar iedereen staat uiteindelijk te zingen. En dat komt dan aan het einde van de avond allemaal bij elkaar. Oh, wat grappig. Meestal vindt dat plaats in kerken, dus dat klinkt dan ook nog fantastisch als het goed is. Ja, de voorkeur eigenlijk voor een kerkopgeving om het te laten plaatsvinden. Ja. Ja. Want het is de eerste keer in Gouda. Het heeft ook in allerlei andere plaatsen al plaatsgevonden. Ja. En hoe ziet zo'n avond eruit? Kun jij er iets meer over zeggen? Of hoe zo'n avond voor de gast eruit gaat zien? Uiteraard. Ja, zoals gezegd, Jorik is wel de creatieve geest van de avond zelf. Het is een breed scala aan voorstellingen die eigenlijk op hele zware tafels eigenlijk ook gehouden worden. Er worden eigenlijk 120 meter lange tafels worden er dan in de kerk neergezet. Ja. Van die tafel vinden er vertellingen plaats. Vindt er eigenlijk een voorstelling plaats. Muzikale activiteiten die er plaatsvinden. En het eten wordt ook geserveerd. Ik wou zeggen, dat is ook niet onbelangrijk. Er wordt ook gewoon goed eten geserveerd. Dus mensen kunnen onder genot van een hapje en een drankje gewoon naar theater, naar muziek en dergelijke. En normaal gesproken op de Winterparade, want nu staan we tegenwoordig, we hebben ook in Rotterdam en Eindhoven, Nijmegen,
Den Haag en tegenwoordig staan we dan met name in Amsterdam en Haarlem. Dus 10 dagen in Amsterdam in de Zuiderkerk en in Haarlem in de Grote of Sint-Bavo-kerk. En wat wilde ik vertellen eigenlijk? Nou ja, wat ik in ieder geval ook binnen de tijd nog wel even duidelijk wil krijgen is dat jullie dit doen met een specifiek doel. Namelijk geld inzamelen, hè, dus alle opbrengsten, want het kost €60 per kaartje. Voor de kaartje, ja. Dus alles wat opgebracht wordt, dat gaat naar de stichting. Ja. En wat gaat de stichting daarmee doen? Ja, de stichting die zet zich eigenlijk in voor directe financiële hulp aan patiënten met kanker. Die een behandeling moeten ondergaan en die niet zo goed krijgen door de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. En, waarom is dat? Want je zou verwachten dat je altijd wel alles vergoed krijgt als je in de molen zit hier in Nederland? Voor veel behandelingen is dat wel mogelijk. Maar er zijn helaas situaties dat een patiënt in Nederland is opgegeven. Maar dat de patiënt zelf niet op wil geven en die gaat verder kijken en komt dan bijvoorbeeld uit in Duitsland, waar er nog aanvullende mogelijkheden zijn. Ja. Maar worden dan geconfronteerd met het feit dat ze dat uit eigen zak moeten betalen. Mm-hmm. En voor de stichting mag het geen belemmering zijn dat die patiënten die kans eigenlijk niet kunnen pakken. En daardoor die behandeling bijvoorbeeld niet kunnen nemen. Okay. En, hoe klein de moeite misschien ook is, maar wij willen graag die financiële hulp bieden om ze toch die kans heel te nobel, geven. Heel ja. nobel, ja. Hoeveel mensen hebben jullie inmiddels al daarmee bereikt als het gaat om die tegemoetkoming in de kosten? Nou, op het moment zitten we om en bij 15 patiënten die we directe financiële hulp hebben kunnen bieden. Mm-hmm. Maar als het aan ons ligt, worden dat er gewoon veel meer. In die zin hopen we natuurlijk niet dat mensen genoodzaakt zijn tot het uitkomen bij de stichting. Ja. Maar op het moment dat het wel zo is, dan willen wij ze graag van dienst zijn. En een stukje naamsbekendheid voor de stichting is daarom heel belangrijk. Ja. En dat ligt dan weer in het verlengde van de winterparade, waar we juist die naamsbekendheid ook... Ja, want jullie zijn al vanaf 2012 actief, hè? Ja, ja. En als ik dan hoor 15 mensen, denk ik van dat is relatief dan, zoals ik het dan even als eerste binnenkrijg, van weinig als het gaat om zo lang al actief te zijn en daarmee toch relatief weinig mensen te hebben bediend. Klopt dat? In die zin wel, als je dat bekijkt sinds een periode van 5 jaar. Ja. Uiteraard is het niet zo dat we vanaf 2012 volledig up and running zijn geweest. Mm. We zijn toen een beginnende stichting geweest met ook draaiend onder vrijwilligers die dat opzetten. Met name in de aanloopfase zijn we heel erg zoekend geweest naar hoe kunnen we onze doelgroep bereiken. We slagen daar eigenlijk gedeeltelijk in. Maar we willen graag meer doen dan we nu hebben. Ja. Daar is dit een uitgelezen mogelijkheid voor. Om mensen te verbinden aan de stichting. Ja. Ja, ik snap, er is eigenlijk nog heel veel over te zeggen. Want jouw betrokkenheid is ook behoorlijk persoonlijk. Hè? Je hebt je vader verloren aan kanker. En ja, ja. Dat was ook de drive voor jou om dit te gaan doen? Ja, zeker. Ja. Ja. Hij is de oprichter van de stichting. En dus ik heb er dichtbij gestaan. Maar wat ik wil zeggen, wat wel leuk is aan de Winterparade in Gouden, is dat er ook veel lokale acts zijn. En er zijn allerlei restaurants die sponsoren. En, dus dat is er ook heel erg leuk aan. Ja. Dus mensen die gewoon geïnteresseerd zijn en denken van nou, ik zie wel wanneer het is, maar ik ga me vast wel aanmelden. Die kunnen dat doen via de website van de Schouwburg. Van de Goud Schouwburg. Ja. En uiteraard ook via onze eigen website, via www.kanstegenkanker.nl. Ook daar zullen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen die er zijn. Ja. En ook vandaar kan er verder gekeken worden. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de organisatie hiervan. En hopelijk is er snel een goede locatie en bij voorkeur nog wel de Gouden Kerk, maar anders gewoon een andere mooie locatie. Dit was het weer voor deze week. We bedanken onze gasten in de studio. We hopen dat u weer met plezier heeft gekeken naar Gouwestad TV. Gouwestad TV wordt per 1 maart vernieuwd. Vanaf maart kijkt u niet meer naar Gouwestad Magazine, maar naar 3 verschillende programma's. In het programma Gouwestad Actueel ziet u reportages over actuele onderwerpen uit Gouda en omstreken. In Gouwestad Informatief hebben we wekelijks 1 of meerdere gasten aan tafel die over hun passie, beroep of hobby vertellen. Kijk dus naar Gouwestad Informatief
voor diepgaande reportages, bijzondere onderwerpen of thema-uitzendingen. Altijd up-to-date blijven? Kijk Gouwestad TV. Onze programma's zijn niet alleen via de kabel, maar ook direct te bekijken via de website www.gouwestad.nl en dan klikken op uitzending gemist. En via YouTube onder de zoeknaam RTV Gouwestad. Wat ons betreft, tot gauw bij Gouwestad Televisie.